Nou, ik denk dat Breda het uniek maakt. Breda Nu. Je weet het meteen. 13 en 14 april vond de derde editie van Breda Fashion Weekend plaats. Het hele weekend was er fashion te aanschouwen op 3 catwalks verdeeld door de binnenstad. Wat gaan we hier allemaal zien van het weekend? We gaan heel veel mode zien natuurlijk. We hebben geprobeerd om 3 verschillende podiums weg te zetten. Eentje jong en hip, eentje classy en La Parijs. Een hele lange catwalk. Locatie Barones. Deze locatie is natuurlijk qua winkelcentrum al heel rijk als het gaat om mode, want er zitten hier ontzettend veel modezaken. En de look die we bij de Barones neerzetten is jong, hip en ook zelfs de kinderen worden hier heel goed vertegenwoordigd. En wat maakt dit Fashion Weekend nou een beetje uniek vergeleken met andere fashion events? Nou, ik denk dat Breda het uniek maakt. Ja. Dus niet de mode, of ja, de mode natuurlijk wel, maar niet het fashion event op zich. Maar Breda heeft zoveel te bieden. Wat Ger zojuist ook zei, de 3 verschillende podia. En daar willen we ook echt wel de looks neerlaten, of de looks laten zien. Dat ook gewoon de consument ziet hoe rijk Breda is. En niet alleen Breda, want ook de omliggende plaatsen, net als een Bavel, een Ulfhout, die hebben zich allemaal ingeschreven voor dit event. Dus ze laten je gewoon heel breed zien hoe rijk de mode van Breda en omstreek is. Nou, waarom staat u hier? Hoe bent u hierbij gekomen? Wel, wij zijn hier juist op een stadsbezoek in Breda. Daarom zijn we hier. En wat vindt u ervan tot nu toe, van Breda Fashion Weekend? Wel, dat is het eerste als ik zie. Dus ja, ik kan er nog niet veel over vertellen. Gaat u de andere catwalks ook nog bezoeken hier? Wij gaan heel de stad eens gaan en diegenen die wij tegenkomen gaan wij zeker zien. U gaat straks ook heel de stad leegkopen hier? Ja, zoiets, ja. En hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het top. Ik vind het helemaal goed voor Breda. Sowieso al die podiums en die pers voor Breda en alle mode eromheen. En we hopen dat het ons goed als modestad tot elkaar te brengen. De Veemarktstraat. Wat we hier gedaan hebben is een lengte van 100 meter met verschillende hoogtes. Dus we trekken hem echt door de Veemarktstraat heen. En wat onze opdracht was om de Veemarktstraat een beetje goed op de kaart te zetten. Want dat moet toch een van de mooiste straten van het centrum van Breda gaan worden. En we hebben hier dus met die 100 meter lengte een beetje de Parijse look naar Breda gehaald. We zijn het eerste jaar een beetje voorzichtig begonnen en we merkten ook dat de ondernemers wat afwachtend waren van nou we gaan wel eens kijken wat het biedt en hoe het uitpakt. Maar je merkt nou in het derde jaar, wat ik al zeg, dat het echt groeiende is en meer dan 66 deelnemers. Maar dat merk je nu ook omdat de omliggende dorpen gewoon echt zoiets hebben van mogen we alsjeblieft inhaken op dit evenement en ook de grote namen die we eigenlijk op andere shows in het land missen vanuit onze organisatie. Net een Hudson Bay, een Claudia Strait, een Van Geels. Dat zijn echt wel namen waar wij ontzettend trots op zijn dat die mee mogen doen aan het evenement. Classy podium van Verkoopplein. Het voordeel wat we hier zien op het Verkoopplein is dat er ontzettend veel terrassen omheen zitten. Dus we hebben hier de zittende kijker. Dus mensen kunnen hier lekker een hapje en drankje doen. En wat we proberen te doen op het Verkoopplein is met name ook de speciaalzaak goed uitlichten.